Dit is Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Hey, fijn dat je luistert. Mijn naam is Astrid Verdes en het thema voor vandaag is: Ontdek Gods stem voor jouw bestemming. Het is zo belangrijk dat we de stem van God leren verstaan. Want God is de bron van alles wat we nodig hebben. Hij bezit alle wijsheid, alle kennis, alle inzichten. Hij overziet. Je verleden, je toekomst, je heden. En het is zo belangrijk om zijn stem te leren verstaan. Ook om te ontdekken: ja, waarom ben ik hier op aarde? Waarom ben ik gemaakt? Heeft God een plan voor mij? En als Hij een plan heeft, uh, hoe ziet dat eruit? Want we zullen allemaal: ja, we maken allemaal keuzes in ons leven. En uh, ik herken ook bij mezelf. Soms denk ik: oh, ja, ik wil deze keuze maken. Maar wat? Als het. Als het niet Gods wil is. Daarom is het zo belangrijk om ja, jezelf te oefenen in het ontdekken van Gods stem. Ook voor de bestemming voor je leven. Want God heeft een plan voor jouw leven. Hij heeft een droom voor jouw leven. Hij heeft jou uit liefde gemaakt. En zijn oog rust op jou. En heeft jou gemaakt om een liefdesrelatie met hem te hebben. Maar ook om van invloed te zijn en verandering te kunnen brengen in jouw omgeving. Weet je trouwens dat God een boekrol over jouw leven heeft geschreven? In Psalm 139, vers 16 staat: Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Wauw, er is gewoon een boek geschreven. Toen jij nog niet bestond, is er een boek geschreven in de hemel. Nou, ben jij niet nieuwsgierig wat er in het boek staat? Wil jij niet de volgende bladzijde, het nieuwe hoofdstuk van jouw boek lezen? God wil het aan je duidelijk maken. Want weet je, jij bent gemaakt om goede werken uh, te doen die God van tevoren heeft gemaakt. En ja, het is een ontdekkingsreis wat het dan is. Eigenlijk wil ik beginnen in Genesis, waar Gods droom eigenlijk al bekend gemaakt wordt aan de eerste mens, Adam en Eva. In Genesis 1, vers 28, daar zegt God, hij, maakte, hij laten we mensen maken naar ons beeld, naar ons evenbeeld, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over alles wat erop rondkruipt. God had een plan. Hij wilde de mens maken die zou gaan heersen, heerschappij voeren, en dat betekent regeren. En regeren is van invloed zijn. God had Adam en Eve gemaakt om van invloed te zijn in, in, in de hof van Ede en uh, om daarmee aan de slag te gaan. Niet meteen de hele wereld, maar in de hof van Ede werden ze geplaatst. En we weten allemaal al snel is er een kink in de kabel gekomen. Want door de zonde, doordat ze de duivel meer gehoorzaamde dan, dan God stem, is de zonde binnengekomen. En zonde is je doel missen. En wat, wat misten ze, wat voor doel? Dat ze samen met God in de Hof van Ede zouden zijn, dat ze daar zouden regeren, van invloed zijn. En dat ze een perfecte relatie met hem zouden hebben, zonder pijn, verdriet, ellende, ziekte... Maar door de zonde misten ze hun doel, werden ze uit het Hof van Ede geplaatst met alle gevolgen van dien. He, alle pijn, verdriet, ellende is de wereld ingekomen, zelfs in onze levens. Maar we weten gelukkig ook dat Jezus is gekomen, dat Hij weer verzoening heeft gebracht tussen God en de mens. Jezus heeft alle zonde teniet gedaan op het kruishout. En daardoor kunnen wij vergeving krijgen. En kunnen we ook weer in ons doel terechtkomen? De bestemming waarom we eigenlijk gemaakt zijn. Ook jij bent bestemd om in een relatie met God te leven, een liefdesrelatie, maar ook om van betekenis te zijn hier op aarde. En dan vraag je je misschien af, ja maar wat dan? En hoe kom ik daarachter? Hoe kan ik Gods stem daarin verstaan? Nou, de Bijbel is daar heel duidelijk over wat, wat de opdracht is. Namelijk, Jezus navolgen en dezelfde dingen doen als Jezus om het evangelie bekend te maken. En als we kijken naar het leven van Jezus als voorbeeld, dan zien we daar waar Jezus op aarde was, daar gebeurde altijd wel iets. Een wonder, een teken, een genezing, een bevrijding. Hij gaf onvoorwaardelijke liefde. Daar waar Jezus was, daar was de wereld in rep en roer. Maar Jezus liet zien. Het Vaderhart van God. Hij liet iets zien wat in de hemel is, dat bracht hij op aarde. Hij liet het Koninkrijk van God zien hier op aarde. Hij bracht het Hemels Koninkrijk op aarde. En zo bidden we ook, hè, wat Jezus ons heeft geleerd in het onze Vader. Daar leert hij ons, laat uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. En dat liet Jezus zien. Zoals in de hemel, ook op aarde. Jezus bracht genezing, want in de hemel is geen ziekte. Jezus gaf, bracht bevrijding, want in de hemel is geen gebondenheid. Jezus bracht onvoorwaardelijke liefde, omdat er in de hemel liefde is. Jezus liet gewoon alles zien wat de Vader hem liet zien, en hij mocht het Hemelse Koninkrijk op aarde brengen. Maar goed, we weten ook, Jezus is naar de hemel gegaan. En nu zijn jij en ik aan set. Wij mogen het werk voortzetten wat Jezus deed: het hemelse koninkrijk zichtbaar maken op aarde. En Jezus zei niet voor niks toen hij naar de hemel ging: van, Het is beter dat ik ga, want dan zal de Heilige Geest gegeven worden. Hij wilde Zijn Heilige Geest uitstorten op elke Christen. Kun je dat voorstellen? De Geest, de Geest van Jezus. Wil hij uitstorten op jou? Hij wil niet alleen in jou leven met zijn geest, maar ook zijn geest uitstorten, zodat je bekrachtigd wordt met hemelse kracht, met kracht van boven. In Lukas 24, vers 49, staat dat hij zegt tegen de discipelen: Wacht, wacht, totdat je met hemelse kracht bekleed wordt. Verga niet eerder getuigen. En Jezus wil ons bekleden met die bovennatuurlijke kracht en hij wil ook in ons wonen zodat de vrucht van de Heilige Geest gaat groeien in ons zodat we meer en meer op Jezus gaan lijken maar ook bekrachtigen met bovennatuurlijke kracht de gaven van de Heilige Geest zodat jij in de voetsporen van Jezus dezelfde dingen kunt gaan doen als Jezus en het koninkrijk zichtbaar gaat maken. We lezen ook in Johannes 14 vers 12. Voorwaar, voorwaar als je gelooft, zul je dezelfde dingen doen als ik. Zelfs grotere, zelfs meerdere. Nou, sta daar eens bij stil. Geloof je het wel of geloof je het echt? Want als je het echt gelooft, ja, dan, kom je, dan kan het niet anders dan kom je in beweging. En dat heeft alles te maken met jouw bestemming, de roeping op jouw leven. Want daar begonnen we mee. Van wat zou Gods plan zijn voor mijn leven? Roeping. En ik moet keuzes maken. En hoe weet ik of het Gods wil is? Nou, de algemene roeping voor elke Christen is Jezus volgen en hem navolgen. Dezelfde dingen doen als Jezus. Getuigen van hem. Het evangelie brengen. Zodat mensen die jij ontmoet, een ontmoeting hebben met de Jezus in jou. God wil een persoonlijke relatie met jou. Heeft ervoor gekozen om zijn Heilige Geest in jou te laten wonen. Zodat jij een tempel bent van de Heilige Geest. Jij bent de tempel van de Heilige Geest. En omdat de Heilige Geest in jou woont. kun je Jezus volgen en dezelfde dingen doen als Jezus. Zelfs grotere, zelfs meerdere. Staat in Johannes 14, vers 12. Wat houdt het nou in de praktijk in? Nou, Adam en Eva, die waren in het in de hof van Eden, het paradijs. Maar die zijn er uitgestuurd, maar je zou kunnen zeggen jij en ik hebben een stukje tuin gekregen van God. Een geestelijke tuin. En wat houdt dat in? Dat is de plek waar jij woont, waar je leeft, waar je begeeft een stukje tuin van verantwoordelijkheid waar jij dagelijks bent en waar jij van invloed mag zijn en verandering mag brengen. En de Heilige Geest wil je daarin leiden. Want jij bent een tempel van de Heilige Geest. En dat betekent eigenlijk, zo noem ik het dan maar gekscherend: jij bent een mobiele tempel. Een tempel met benen eronder, voeten die in beweging komt. En dat wil zeggen, als jij in je tuin komt, dus de plek waar je woont, waar je werkt, waar je sport, waar je naar de supermarkt toe gaat, de mensen die jij dagelijks ontmoet, dat jij een mobiele tempel bent. De Heilige Geest woont in jou. En je mag deze mensen, ja, het Koninkrijk van God, bekendmaken. En hoe kun je dat doen? Door, door te getuigen van wat God doet in je leven. Je kunt vertellen hoe je tot geloof bent gekomen. Maar ook als je op je werkplek komt en je komt collega's tegen en iemand heeft last van zijn schouder, ja, dan mag je gaan bidden voor genezing. Of als je iemand tegenkomt en. Die zit er even helemaal doorheen. Die kun je gaan bemoedigen of daar kun je gaan over profiteren. Maar het kan ook zijn dat je naar school gaat of naar de Unie en iemand, ja, die heeft even geen geld om iets te kopen. Dat je geld geeft. Of iemand in nood in je buurt, dat je daar eten brengt of wat dan ook. De vraag is, de mensen die jij ontmoet, ontmoeten die de Jezus in jou? God geeft jou een stukje tuin waar je van invloed mag zijn. Waar je verandering mag brengen. Zodat de mensen die jij ontmoet, een ontmoeting hebben met de Jezus in jou. En de Heilige Geest, die wil je daarin aansturen. Hij wil tot je spreken. En Hij wil op, ja, hoe zeg je dat, op de plek waar je gewoon dagelijks bent, wil Hij, ja, als het ware. Op verschillende manieren tot je spreken. Om van betekenis te zijn voor die anderen. En dan is het belangrijk. Dat je, dat je leert. In een proces komt. Om afgestemd te zijn op de heilige geest. Gewoon op de spot. Waar je bent. Uh, uh, daar leert kennen. Hé, hey, wat wil de heilige geest. Tegen mij zeggen. Over die ander. En dan kan het zomaar zijn. Dat hij gaat zeggen. Ga, ga maar bemoedigen. Of iemand anders die je ontmoet dat de heilige geest zomaar zegt... als hij in de supermarkt staat... en iemand komt een euro tekort bij de kassa... betaal jij die maar. Laat maar mijn liefde zien. Of als je in de bus zit... en iemand ja, waar je naast zit... en, en die heeft heel erg last van zijn pols... je ziet allemaal blauwe plekken, ik noem maar wat... van hé, hey, heb je last van je pols? Mag ik voor je bidden? Ik geloof in Jezus. Dat hij vandaag de dag nog geneest. Het zijn van die hele kleine dingen... Het is onze algemene bestemming die we als christenen hebben. En soms maken we het Evangelie zo ingewikkeld. Terwijl het eigenlijk zo simpel is. Maar de Heilige Geest wil je aansturen, bijsturen en corrigeren door ingevingen, door woorden of bijbelteksten. Naast de algemene bestemming die wij allemaal hebben als gelovigen als christen. Heb je ook een specifieke roeping? En die heeft weer te maken met je gave talenten waar God jou wil inzetten, waar je van betekenis mag zijn. En dat kan te maken hebben met uh, ja, dingen die God jou heeft gegeven, waar je goed in bent. Misschien heel muzikaal, of ben je juist goed in rekenen of met cijfers, hè, met cijfers omgaan, of ben je heel goed in uh, organiseren. of Kijk maar eens waar jij gewoon goed in bent. Maar dat kan een aanwijzing zijn voor je specifieke roepingbestemmingen waar God jou wil inzetten om van betekenis te zijn, om juist daar je algemene roeping in uit te oefenen. God wil iedereen inzetten, allereerst om die liefdesrelatie met Hem te hebben, maar ook van betekenis te zijn. Onderschat niet wat jij als één persoon, hoeveel jij van betekenis kan zijn. Als je kijkt naar de vrouw, de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Die heeft één ontmoeting met Jezus. En door die ene ontmoeting met Jezus geeft ze haar getuigenis in Samaria. En wat gebeurt er? Bijna de hele stad komt tot geloof. Nou, besef dat jij een persoon bent met impact. En dat je van invloed kunt zijn. En verandering kunt brengen op je werkplek, in je buurt, in je familie. Of waar dan ook waar God jou heeft aangesteld. En ik wil gewoon bidden dat op dit moment dat de Heilige Geest jou duidelijk mag maken. Ja, waar hij jou specifiek voor wil inzetten. Dat hij tot jou gaat spreken. Dat je zijn stem gaat verstaan. Op momenten dat je uit je comfortzone mag komen. Om van betekenis te zijn net voor die ene die jij vandaag gaat ontmoeten. Misschien een bemoediging. Misschien... Ja, bidden voor genezing, misschien je getuigenis vertellen, maar dat je daarin wordt vrijgezet en dat je daarin mag gaan wandelen om van betekenis te zijn en Jezus te vertegenwoordigen, daar waar je bent, in Jezus' naam, amen.